Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is nog steeds belachelijk vroeg. Mijn naam is Fidie Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik ben toch weer ziek. Er heerste een buikgriepje op mijn dochters school. En mijn dochter die stak mijn ex aan en mijn ex heeft mij aangestoken. Ik heb gisteravond alles eruit gegooid. Ik ben nu heel voorzichtigjes aan het beginnen aan de koffie. Bear with me. Ik ga een beetje klagen en wenen. En dit wordt een beetje een combinatie video. Fantastisch, hè? Onze burgemeester is de leukste en beste in de hele wereld. Goed, ik ga het vandaag een beetje hebben over cannabis. Femke Halsema, groot interview in het Parool door Michiel Cousy en Ruben Koops. Dat was vorig jaar, einde van het jaar. En weet je, godverdomme, het werd zelfs gepubliceerd op eerste kerstdag om 7:00 's morgens. Dus als echte diehard fan zat ik hier bovenop. Ik heb er een uitgebreide review van gedaan. Ik vond het slappe interview boring. Maar op een gegeven moment zeggen ze echt, gebruik je drugs? Serieus, even kijken. Hier, gebruikt u zelf drugs? Serieus, ik verzin dit niet. En, gast, je bent aan het praten met de burgemeester van Amsterdam. Hey, wat vind je van anale seks? Ratten het op, idioot. Maar goed, ze zegt dan, ik heb decennia geleden, zoals iedereen in Enschede, achter de kerk zitten blowen. Enschede is een katholiek dorp in die tijd? Weet ik niet. De burgemeester Halsema is ongeveer net zo oud als ik. Rondom de 50. En zij heeft een keertje cocaïne gebruikt. Dat noem ik geen gebruik. Je hebt het geprobeerd. Maar toen vond ik het zo lekker dat ik dacht, dit moet ik niet nog een keer doen. Ja. Een vreselijk onbeschofte vraag, maar goed, dit antwoord. De burgemeester van Amsterdam, yes, rookte wel eens een joint. Dat antwoord en dat Femke Halsema maar voortdurend in verband brengen met drugs, voortdurend maar die vragen over drugs. Weet je, ik word er doodziek van, mevrouw de burgemeester, ik word er fucking doodziek van. Ik heb dat antwoord van u, volgens mij nu 30 keer gelezen, mevrouw. En dat betekent dat het 30 keer gevraagd is. Jesus. Yes, we weten het. Ze rookte wiet. Who gives a fuck? Ze rookte ook sigaretten. Anyway. Iedere journalist. En dan hier vanmorgen. En hier zakt echt mijn broek vanaf. Dit is The Guardian. Ja? Hele linkse, activistische. Ja, links. Hele centrum-activistische. Nee, ze zijn wel links. Een hele activistische, vervelende krant in Engeland. En ik heb die krant een jaar lang gelezen toen ik vroeger in Londen woonde. Hij was gratis in mijn ontbijtding. Het is een dik ding. In zo'n tabloid formaat. En ik had ook buiten de deur op zaterdag. En ik geloof zelfs dat er een zondageditie is. Die ook. Dus ja, die was gratis. Dus die heb ik een jaar lang gelezen. En toen viel het allemaal wel mee, maar daarna is The Guardian is heel clickbaity, identity politics en gillen en krijzen over god weet ik voor wat. En doodsangsten uitstaan voor Brexit. Beetje gossipy shit is het geworden. Anyway, interview met onze burgemeester van The Guardian door Daniel Boffy. En dat heeft ook plaatsgevonden in Amsterdam. En dat gaat dan over het aanpakken van de Red Light District. Hè? Dat is het clickbait. Die gaan ook nog over wat andere dingen. Haar mening over de aanpak van drugshandel. En het begint met het lokale voetbalteam Ajax. Die noemde de whore en bitch noemde ze. En ze vroeg aan haar van wat vond je ervan? Ja, niet leuk natuurlijk, Jesus. Weet je, het is echt, gebruik je drugs? Ja. Hey, als iemand hoe tegen je zegt, wat vind je daar dan van? Nuttige vragen, maar goed, dan staat er ergens
Ze citeert Janis Joplin. Ze citeert Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Is ook nog eens een prachtig nummer. Ja, burgemeester Halsema, u heeft smaak. Ik vind Janis Joplin ook te gek. En mijn ex-vrouw vindt haar ook te gek. Anyway, maar ze hebben het op een gegeven moment over drugs. En dan zegt ze, of which she admits... Ah, hier, komt-ie. It is a part of a wider agenda seeking to distinguish between a laissez-faire approach and the option of tolerating difference that includes plans to work with companies in the hope of opening the eye of the Dutch middle classes to the consequences of their cocaine use, having admitted herself to once giving it a try. Ja, probeer dit voor te stellen, weet je wel. Er moet in ieder motherfucking artikel gezegd worden dat Femke Halsema heeft wiet gerookt. Femke Halsema heeft cocaïne geprobeerd. En dan zal ze het een paar keer gedaan hebben. Who gives a fuck, lieve mensen? Het was een en al. Feest en ecstasy. Het waren de jaren 80. En daarna begin jaren 90 kon helemaal alles... We hebben een beetje, burgemeester Halsema en ik, een beetje andere jeugd gehad. En al die deugdridders tegenwoordig, al die keurige millennials. Die, oh jeetje. En lul even niet, al die millennials die doen ook terug. Anyway, cannabis. Goed, dus burgemeester Halsema heeft wiet gerookt. En blijkbaar is dat een slecht iets. Nee, dat is een hartstikke goed iets. Want de gemeente van Amsterdam kan bakken en bakken en bakken met bakken en bakken en bakken met geld verdienen aan wiet. Als we het totaal zouden legaliseren. Ja, en dat kunnen we doen. We maken het volledig legaal vanaf 18 jaar oud. En vanaf je 18e mag je dan wiet kopen. En we gaan ook allerlei andere producten van wiet maken. Lollies, pijnstillende thee, kleding. Taal, weet ik veel, olie, gewoon alles. Alles wat we maar van die plant kunnen maken, gaan we maken. Net zoals ze in Amerika doen. En je zult zien, dat levert een hele hoop, hele hippe start-ups op. Niet alleen in Amsterdam, want hier maken we het legaal. En dat levert een hele hoop goede business op, hebben export, want die dingen die kunnen we over de hele wereld exporteren, al die legale cannabisproducten. En dat trekt ja, heel veel toeristen aan die allemaal knetterstoond willen worden. Maar die krijgen we nu ook al. Die krijgen we nu ook al. En nu levert het ons betrekkelijk weinig op. Ze gaan naar een hotel, ze vreten, ze suipen, ze kotsen. That's it. Maar we kunnen ze een hele hoop andere troep gaan verkopen. Namelijk allemaal legale cannabisproducten. Met een speciale seal of approval. Daar kunnen we allemaal belastingen over heffen. Miljarden gaan het opleveren. Want het is mevrouw de burgemeester, in Amerika hebben ze op een aantal plaatsen cannabis gelegaliseerd. Het is daar een miljardenindustrie. Het is daar een miljardenindustrie. Er zijn al de eerste cannabis moguls. Dat zijn mensen die honderden miljoenen euro's ermee aan het verdienen zijn. Omdat het daar volledig gelegaliseerd is. En je zou denken, weet je wel. In Amerika kun je op dit moment betere cannabis krijgen. Mevrouw de burgemeester. Beter. Met veel meer THC gehad, et cetera. Allerlei botanisten. Mensen die botanie hebben gestudeerd. Vliegen als gekken naar Amerika. Toen kwam een echte botanicus. Die zich daar bezighoudt met het mixen en mengen van plantjes. En het groeien van plantjes. Moguls. Je zou denken van nou, die Amerikanen kunnen daar fantastische materialen krijgen in hun eigen land. Die komen niet meer naar Amsterdam. Maar ze komen hier voor de wiet, right? Ik zou graag willen weten hoe dat zit. Hoeveel Amerikanen komen hier naartoe? En ik gok, want ik hoor het om me heen. Ik hoor Amerikanen met elkaar praten, geregeld. Dus ik gok dat er nog steeds grote dromme Amerikanen hier naartoe komen om uit hun bol te gaan. Ze zijn zo dom dat ze niet doorhebben dat dat veel beter
en legaler in hun eigen land kan. En godverdomme goedkoper. Dus ik zeg, dat zei ik erover, vroeger, parool, gebruik je drugs? En de Guardian, oh, ze hebben ooit geprobeerd, iedereen maar huilen, janken over, godkeleer, burgemeester, wordt u er niet gek van, krijgt u geen punt op, luister. Als ik er gek van word, mij overkomt het niet, maar als ik er gek van word, ik word er nu gillend gek van, vanaf dat u de burgemeester bent, heb ik dit nu wel 30 keer gelezen of gehoord, ja? En als ik imbeciele blogs ga bekijken, of ik zou, weet ik veel, de dagelijkse standaard gaan lezen, dan kan ik het waarschijnlijk iedere maand lezen. Dan gaat het om, of geen stijl, och, dan gaat het gigantisch omhoog. Dus dan heb ik het straks 50 keer gelezen. Lieve mensen, als ik ervan moet kotsen in mijn mond, hoe denk je dan dat het voor haar is? Ja, dus drugsbestrijding ben ik helemaal hartstikke voor. Weet je, die mensen die op elkaar schieten met kalasjnikovs en zo, oppakken en stop ze in een kooi. Maar dit, cannabis, net als die Amerikanen doen, volledig legaliseren. En ik zou echt proberen om alles eruit te melken wat erin zit. Dus inderdaad zeggen van, nou, als jij geen Amsterdam resident bent, nee, dan moet je een speciale cannabispas kopen bij de gemeente, zodat je de coffeeshop in mag. Anders mag dat niet. Iets in die richting. Kan je nog meer geld uit die toeristen trekken. En ondertussen kunnen we veganistische kleding maken. Dat gebeurt nu in Amerika al, mevrouw de burgemeester. Daar worden schoenen gemaakt van hemp. En dan staat erbij 100% vegan product. En er zijn een hele hoop veganisten die vinden dat prachtig. Dus kleding maken van wiet, van hemp. Hartstikke goed idee. Je kan er allerlei olieën van maken die goed zijn voor van alles en nog wat. Er wonen, mevrouw burgemeester, wonen een hele zweverige mensen in Amsterdam. Hè? Die allerlei olieën en kralen en weet ik veel wat. Die vinden dat prachtig, die kopen dat soort rotzooi. En medicinaal, er wonen heel veel mensen in Amsterdam. Die ziek zijn, vreselijk ziek zijn en heel veel medicijnen moeten slikken. Die mensen die braken de hele godganse dag door. Cannabis is goed voor je maag, word je maag rustig van. Pijnbestrijding, er zijn een hele hoop Amsterdammers die of door blessure of door ouderdom vreselijke pijnen hebben in hun gewrichten. Wiet helpt fantastisch daarbij. Ik zou zelfs zeggen, gewoon een pijnbestrijding. Denk eens even aan al die sportblessures, al die jonge Amsterdammers die fanatiek sporten in het weekend, of zelfs door de week zijn in het weekend. De EHBO zit vol. De EHBO zit vol. Cannabis, hartstikke goede pijnbestrijding. En weet je, volledig plantaardig. U bent GroenLinks geweest. Oké, het milieu gaat u diep aan het hart. Ik zeg, we're taking it back. Cannabis is een Amsterdamse plant. En het idee dat die Amerikanen daar meer geld aan verdienen en verstandiger mee om weten te springen dan wij. Ik schaam me een beetje, mevrouw de burgemeester. En ik schaam me dan ook een beetje voor de Nederlandse media. Ik heb Parool zou moeten gillen legaliseren. Zullen we alles legaliseren, mevrouw Halsema? En de Guardian zou moeten zeggen, zullen we alles legaliseren? Kijk hoe die Amerikanen doen. Maar nee. Piepen over wat de burgemeester 30 jaar geleden deed. Ik vind het heel sneu voor u, mevrouw Halsema. Echt waar, ik moet er een beetje van kotsen in mijn mond. Dit stopt nooit meer. Ik krijg gewoon 6 jaar lang te horen, ja, vroeger rookten ze wiet. Doe iets zinvols met wiet. Dit is een oproep aan gemeenteraad van Amsterdam, oproep aan burgemeester Halsema. Ik steun uw plannen, gooi de ballen dicht. Maar ga in hemelsnaam deze plant gewoon helemaal legaliseren. Alles eromheen. Want het is allemaal reuze onschadelijk. Mensen gaan niet, weet je, en dan ben je ook af van een hele hoop van die drugshandel. Want er gaat waanzinnig veel geld om in wiet, in cannabis en in hash. En als we dat allemaal gewoon legaliseren, ben je van een hele hoop gezeik af. Ik zou zeggen, doen met die hap. Legaliseren en die eikels van het Parool, die eikels van de Guardian, die eikels in de media.
Laat ze maar kakelen. Legaliseer die hap. Zou dat mogen, mevrouw de burgemeester? Weet je wat? Ik denk dat zij het niet eens erg zou vinden om het te legaliseren. Maar dat ze het gewoon, weet je, niet durft te zeggen. Want dan krijgt ze zoveel gezeik over diegene. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Ik vind het schandalig. Als ze nu niet zo lang, stel je voor, de hele dag hakken aan. Kom je thuis, zeiken de kinderen aan je hoofd. En het regent, dus je bent doorweekt. Ga je op de bank. Oh, kijk, Indiana Jones. Hey, weet je wat? Ik ga lekker Indiana Jones kijken. En ik bestel een pizza en ik rook er lekker een jointje bij. Zouden we dan gaan janken? Kan dat iemand echt wat schelen? Ja, lekker doen. Of ze heeft last van de rug. Of haar cyclus. Als je cyclus hebt, pijn in je rug, pijn in je buik. Het is heerlijk om dan een kopje wiethee en een beetje relaxed op de bank. Zouden we dat allemaal erg vinden? Zouden we dan gaan janken en huilen? Zoals The Guardian en het Parool? God, ik hoop het niet, zeg. Ik hoop het niet. Nou, dat was hem weer. Allemaal dank jullie wel voor jullie tijd. Tot de volgende keer.